Hoi, ik ben Nienke van Stipstijl en ik heb een passie voor stippen. Ik vind het echt heerlijk om aardewerk of andere voorwerpen om te toveren met toffe stipkunst, zoals dit bijvoorbeeld. En dit is mijn favoriete theemok. En ik vind het ook heerlijk om die kennis te delen met andere mensen. Dat doe ik bijvoorbeeld door mijn boeken. Ik heb boeken geschreven. Die zijn geschikt voor elk niveau, of je nou een starter bent of wel echt stipfanaat. Er staan patronen in die je stap voor stap kunt volgen en hele heldere uitleg aan de hand van illustraties. Ik geef ook workshops, hopelijk ook gauw weer in fysieke vorm. En ik deel ook veel stiptips via mijn social media kanalen. Nou, in deze video deel ik een klein stukje van mijn kennis. En deze keer gaat het over het gebruik van schablonen. Deze schablonen. Ik laat zien wat je er allemaal mee kan doen. En ik ben heel erg benieuwd of ik je wat nieuws kan leren. Nou, hier zie je materialen die je nodig hebt om stippatronen te maken. In mijn boeken leg ik alles heel uitgebreid uit welke materialen dat zijn, hoe je ze wellicht zelf kunt maken, waar je ze goed kunt vinden en natuurlijk ook hoe je ze gebruikt. In deze video richt ik me even op de schablonen, dat laat ik even zien. In mijn webshop vind je 3 verschillende sets. Je vindt deze set met 18 maten, je vindt een set met 8 maten en een set met 10 maten. Met deze set ben ik begonnen, 10 maten. En daarna is er een uitbreiding gekomen van 8 maten. Nou, en dit is dan de meest complete set. Ik heb het zakje alvast even opengemaakt. Vond ik wel zo gemakkelijk voor deze video. Elke maat van de schabloon heeft een eigen kleur. Dat is wel zo handig. De schablonen hebben een laminaatlaagje. Zijn iets vettiger. Daardoor iets duurzamer in gebruik. Ze zijn nog goed buigzaam. En je ziet ook hulplijnen. Die ga ik zo meteen toelichten. Als je schablonen koopt, vind je ook dit boekje erbij met handige tips. En ik leg dus hier in de video ook nog even wat meer uit. In mijn boeken geef ik uitgebreid uitleg hoe je echt een heel patroon opbouwt en welke stap je nodig hebt, hoe je mooie stippen maakt, waar je op moet letten. En je begint als eerste met behulp van schablonen om de kaders van je patroon te maken. Ik ga vandaag verder met dit bord. En je ziet dat ik al eerste lijn heb gezet. Je werkt van groot naar klein uit. Van buiten naar binnen toe in dit geval. En nou, hier zie je al maat schabloon 35 heb ik gebruikt. En je ziet ook een klein gaatje erin. En dat doe ik zodat je het hulpstipje wat je eerder zet, dat je die gemakkelijk kunt terugvinden. Nogmaals, ik heb vol de behoefte om heel veel te vertellen, maar ik wil me echt in deze video even kort richten op de schablonen. Je kunt mijn boeken kopen en mijn workshop volgen. Daarin vertel ik alles hoe je bijvoorbeeld zo'n mooie middenstip van je bordje vindt en hoe je een patroon echt opbouwt. Ik laat nu eventjes zien hoe je dus de schablonen gebruikt. Nou, de schablonen die vind je dus zo in mijn shop. En ik vind het makkelijker om schablonen groter dan 30 mm om daar een klein gaatje in te knippen, zodat je een hulpstipje kunt terugvinden. De reden dat ik dat bij kleinere schablonen niet doe, is omdat als je al stippen hebt gezet, je al vrij gemakkelijk goed het centrum van het middenpunt van je cirkel kunt terugvinden. Dus vandaar de kleinere schablonen niet nodig is, vind je dat wel makkelijker, dan mag dat uiteraard ook. Je kunt schablonen gewoon dubbel vouwen, dus daar ook kun je die hulplijnen voor gebruiken. Ik doe het 2 keer over, zodat je zo'n kwartje hebt. En dan knip je een heel klein puntje af. Het gaat echt om dat je een klein gaatje hebt, zodat je het middenpunt dus kunt terugvinden. Zo. Schaar hebben we nu niet meer nodig, leg even aan de kant. Nou, dan plak je met behulp van washi tape, dat is het meest makkelijke, of van het schildersplakband kan ook. Er zijn trouwens ook wel eens mensen die van die prit buddies, van die gummetjes zeg maar, gebruiken. Even zo'n dubbelzijdig plakbandje van maken. En het gemakkelijkste is dit om dat zoveel mogelijk met de plakrand, zoveel mogelijk aan de rand van het schabloon te doen. Maar zorg er wel voor dat hij er niet onder uitpiept. En dan nog een tweede. Ik heb deze al klaargemaakt. Die plak je dan op. En dan plak je dit gewoon heel eenvoudig over het hulpstipje wat je hebt geplaatst. Zo, en dan ga je hier omheen stippen. Ik vind het wel leuk om dat eventjes in deze video te laten zien, zonder dat ik te veel tips daarmee geef. Zoals gezegd, ik voel de behoefte om wel meer tips te geven, maar ik wil me even beperken hier tot. Ik ga hier omheen stippen. En de hulplijnen kun je dus gebruiken om je stippen gelijkmatig te verdelen. Ik ga verder met de fuchsia kleur. Ook een klein beetje van in mijn mengpaletje. Je hebt echt niet veel verf nodig. En ik heb hierbij stokje 4 gebruikt volgens mij. Ja. Ik ga nu gewoon heel eenvoudig bij elke dikke hulplijn een stip zetten. En wat ik dan vaak doe is, ik zie hier ook eentje tussen zitten, dus die zet ik ook gewoon al vast. Maar ik begin eerst met die hulplijn, zeg maar.
Je kunt de hulplijnen dus gewoon op deze manier gebruiken. Dus dat je gewoon bij elke hulplijn een stip zet en daar eentje tussen. Maar stel nou dat jij een wat kleiner stokje gebruikt. En je wilt wel een hele volle gesloten cirkel krijgen. Ja, dus dit idee snap je. Je kunt ook sjablonen gebruiken. Of de hulplijnen gebruiken door alleen een stip te zetten bij de donkere hulplijnen. En dan deze lichtere hulplijnen, ik hoop dat je het kan zien in de video. Die heb ik eventjes achterwege gelaten. Ik heb gewoon deze twee stippen gezet bij die lijnen. En daartussen heb ik twee andere stippen gezet. Zonder dat ik dus echt bij dit hulplijntje een stip heb geplaatst. Ja, dus het is afhankelijk van de ruimte die je hebt. Het maatstokje wat je hebt. En ook wat je wilt voor je patroon. Hoe dicht je bij elkaar stipt. En ook hoe je de hulplijnen gebruikt. Nou, dan is het... Voor nu is het wel leuk om eventjes deze toch af te maken. Want ik laat ook even zien hoe je schablonen kunt weghalen. En daarna laat ik nog even een ander trucje zien. Het weghalen van schablonen vinden sommigen spannend. Ik doe dat altijd als de verf nog nat is. En de reden dat ik dat doe is, ik wil het voorkomen dat papier en verf aan elkaar kunnen gaan hechten. Want dan heb je of, als je dat laat doen, of je hebt iets papier in de verf, blijft erachter. Of je trekt iets verf mee omhoog. Dus gewoon als de verf nat is, haal je eraf. Als je even een vinger tegendruk geeft op het schabloontje, kun je met de pincet gemakkelijk het beet pakken. Op het moment dat je met de pincet het beet hebt, laat ik het eventjes los het schabloontje. En geef ik tegendruk tegen de keramiek. Ja, gebeurt er dit. Nou, eventjes, stel nou dat jouw stippen toch iets dicht tegen het schabloontje aangekomen of je veegt iets weg. Als dit gebeurt, gewoon blijven ademhalen en denken aan mijn motto, het komt goed. Wattenstokjes zijn ideaal om correcties te maken. Kun je gewoon als het verf nat is wegpoenen. En als je denkt, oeh, ik kom nu heel spannend dicht bij de stip, kun je dat ook gewoon laten zitten. Laat je het drogen en dan krabbel je het als het droog is weg met de punt van een stokje. Ja, dus dat is eventjes een beetje de basis. Nou, schablonen kun je ook... Deze is al iets omhoog gepiept. Schablonen kun je ook gebruiken om afstand te meten als je een wat complexer patroon maakt. En het is het makkelijkste door gewoon de hulplijnen parallel aan elkaar te leggen. Dus van deze afstand tot deze afstand kun je met een meetlintje meten. En deze meetlintjes vind je ook in mijn webshop trouwens. Grappig, hè? Lekker met een knipoog erbij. Dus je kunt, wat wel makkelijk is trouwens met het meetlintje. Je hebt dus een extra friemeltje hierbij. Sommige meetlintjes die beginnen ook gelijk. En nou ja, goed, dan kun je natuurlijk wel bij centimeter 1 of 2 beginnen. Maar ik vind dit zelf wel heel fijn dat je zo'n stukje hebt waarbij je dus gewoon goed kunt vasthouden. Goed kunt neerleggen. En dus zo de afstand tussen de schablonen kunt opmeten. En ook de afstand tussen deze twee schablonen. Wat ik vaak doe is dus wel ook weer de hulplijnen gebruiken. Maar dan pak ik of die... Als je daar maar consistent in bent, de afstand tussen dat lijntje en dat lijntje. Als je gewoon zorgt dat die hulplijnen parallel liggen aan elkaar. Dan is er nog een kleine tip die ik heel kort behandel. Want ik heb daar een aparte video voor gemaakt. En die video is toegankelijk als je mijn boek Stippen en Kleur hebt. Daar zit een unieke code in en dan krijg je toegang tot mijn website met nog meer bonusmateriaal. Met ook video's. Schablonen kun je ook gebruiken. Oh, er zitten nog wat schablonen onder, zie ik. Tweepje zit er nog onder. Schablonen kun je ook gebruiken, nog weer zelf verdelingen op te tekenen. Dus je ziet, mijn schablonen hebben een bepaalde verdeling. Maar stel dat je voor jouw patroon, zoals bijvoorbeeld bij dit patroon, 6 mooie cirkels wilt maken. Dan kun je op schablonen kun je nog weer met de hulp van de GR-driehoek een verdeling maken. Dat je daar dan weer nieuwe hulplijnen op maakt. Nou, volgens mij is dit een beetje de basis voor de schablonen. Er is echt nog veel meer te vertellen over het stippen. En dat doe ik met heel veel liefde. Via mijn workshops online of hopelijk gauw binnenkort weer fysiek. In mijn boeken vind je heel veel informatie. En ook in mijn werkschrift wat net is verschenen. Het stippen doe-het-jezelf inspiratieschrift. Dan kun je stippen op papier. Word je aan de hand meegenomen, zeg maar, vanaf de basis. Tot aan echt wel wat complexere patronen. Ook als je ervaring hebt met stippen is dat... Schrift ook echt wel een aanrader. Ik zal eens even kijken of ik hem even kan laten zien in de video. Natuurlijk altijd zo leuk, hè? Ja, hier is hij. Dus deze is net nieuw verschenen. En hier ga je dus echt instippen op papier. Krijg allerlei leuke opdrachten. Nou, dan geef ik die nog eventjes mee als tip. Hopelijk was deze video heel waardevol voor je. Laat me dat vooral ook weten. Ik ben heel benieuwd. Geef een reactie hieronder de video. Geef een duimpje, abonneer op je kanaal of stuur de video door. Daar help je me heel erg mee.